Waarom is een bos minder waard dan een parking voor Plopsa en ons stadsbestuur? Plopsa wil een parkeertoren bouwen in het Sennebendebos, vlak naast hun waterpretpark. Ter vergelijking, dit is de parking Keerdok in Mechelen-Noord. Die parking Keerdok heeft 512 parkingplaatsen. Plopsa wil 1142 parkingplaatsen in hun parkeertoren. Dat wil dus zeggen twee Keerdok parkings. Parkeren bij Plopsa kost 12 euro, ongeacht de parkeerduur. 12 euro aan 80% capaciteit zou dus 10.000 euro per dag kunnen opbrengen. 10.000 euro per dag, dat betekent 1.400.000 euro per jaar tot mogelijk 3 miljoen euro per jaar. In theorie kan dus enkel de parking al 90 miljoen euro opbrengen tijdens de 30-jarige levensduur van het project. De stad Mechelen en Plopsa profileren dit als een project voor de Mechelaars. Plopsa kapt zo bos van de Mechelaars, zodat niet-Mechelaars hun auto kunnen achterlaten naast een waterpretpark. Heel lucratief voor Plopsa, maar een groot verlies voor de Mechelaars en nog veel erger, een heel groot verlies voor onze natuur.